Welkom bij de Omdenken podcast. In deze podcast luister je elke week mee met de openhartige gesprekken die Bertolt Gunster voert met mensen over hun problemen. Samen onderzoeken ze wat ze kunnen doen om het probleem kleiner te maken of zelfs te laten verdwijnen. Soms kan dat door het gewoon op te lossen, maar vaker zul je een verwachting of een zelfbeeld moeten loslaten. In sommige gevallen kun je niks anders doen dan waarnemen dat het probleem er nou eenmaal is. En af en toe kun je het probleem omdenken. Erna, hè? Ja. Erna, vertel eens Erna, wie beschrijf even wie je bent. Wie is Erna? Erna is een vrouw van 46, geboren in het oosten van Nederland. Ga je nu je hele cv vertellen? Ja, dacht ik. Ja, nee. Prima, we hebben de tijd. In het oosten, kom in het oosten. Kom van het oosten vandaan. Ja. Waar van de oosten omdat dan? Omdat het wel ook belangrijk is, denk ik. Oh, oké, okay. Ja. In relatie tot het vraagstuk waarmee je bent. Ja. Gewoon in het oosten van het land. Ja, in een klein dorp. Ja. En ik woon nu een tijdje in Amsterdam. Ja. En mijn weken vul ik enigszins met opdracht voor andere mensen. En anderzijds mijn eigen werk als beeldend kunstenaar. Dat is je beroep, je werk. Ja. Ja. Wat je doet. Ja. Iets nog met een man, kinderen? Oh ja, ik heb een man. Bijna vergeten. Ja. Oh ja, ik heb een man. Wat leuk, ik stond op en daar was hij weer. Daar was hij. En kinderen is niet gelukt. Oké. Okay. Ja. Vertel, wat is je vraag, je zoektocht? Wat houdt je bezig? Ja, de vraag was dus niet daarvoor te veel erover na te denken. Dus ik ga dit nu proberen zo goed mogelijk te verwoorden. Ja, deel van het probleem is natuurlijk bijna altijd dat je het probleem niet precies kunt benoemen. Op het moment dat je het precies kunt benoemen, is het bijna altijd al helder wat je ermee moet. Dus het hoort erbij. Dus ik kan een uur lang het probleem omschrijven, maar ik zal proberen het in de zin te doen. Ik onderbreek je wel. Ja. Doe maar een eerste poging. Nou, het raakt zichtbaarheid. Of dat er een soort van reden is dat ik er ben. Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Maar waar is het goed voor? Dat is allemaal een hele grote vraag. Ik denk, dit wordt gezellig, maar nee. Wat doe ik hier? Wie ben ik? Nou, wie ben ik weet ik misschien wel, maar... Wat doe ik hier? Wat doe ik hier en waarom eigenlijk? Ja, ik weet het ook niet hoor, dat zijn hele grote vragen. Nee. Maar kan je iets concreet, kan je dat toelichten aan de hand van wat je doet of waar je tegenaan loopt? Kan je dat wat beeld geven, deze grote filosofische vragen? Nou kijk, ik denk dat het meeste linkt met mijn eigen werk als beeldend kunstenaar. Ja. Omdat het daar heel erg aanwezig is. Ik maak werk en dat weet ik ondertussen dat ik het niet kan laten. Dat er een soort van eigen noodzaak in is dat ik daarmee bezig wil zijn. Dat ik dat vorm wil geven aan dingen op mijn eigen manier. Want dat doe je al langere tijd. Dat doe ik al heel lange tijd. Dat gaat vanzelf. Ja, dat gaat vanzelf. En ik heb wel eens overwogen, moet ik daar niet mee ophouden? Maar dat de conclusie was, nou, dat gaat eigenlijk niet. Of nou, dit is wat ik wil doen, wat ik moet doen. En dat is heel fijn. En of het nou kunstenaar heet of niet, dat maakt me niet uit. Ik wil graag ruimte creëren voor mezelf om vorm te geven aan mijn eigen. Heb je een atelier bijvoorbeeld? Ja. Vlakbij huis. Even wat beelden aan. Ja. We hebben het geluk dat we een atelierwoning hebben. Dat vind ik heel fijn zelf. En ik heb wel eens atelier buitenhuis gehad. Maar dan moet je je spullen opdelen. Je hebt een atelier in huis. Dus ik heb een atelier aan huis. Dus ik moet over ons dakterras. En daarachter is mijn atelier. Ja. Dus het betekent ook dat ik soms als ik 's avonds nog iets wil doen, dat ik daar makkelijker terecht kan. Maar ook dat ik mijn spullen allemaal bij elkaar heb. Mijn boeken waren eerder thuis, niet in mijn atelier. Maar nu zijn mijn boeken nog steeds in huis, maar daar ben ik in een minuut. Ja. En zo kan ik heel makkelijk bij. Dus dat is ideaal als het gaat om je werk. Wat mij betreft is het heel erg fijn, ja. En dat is wat je doet en dan ben je vaker. Ja. En dan komen er een aantal filosofische vragen over waarom en wat. Ja, en niet per se als ik in mijn atelier zelf ben, omdat ik dan gewoon kan verdwijnen in mijn eigen wereld als het ware. Of mijn werk voelt als een eigen wereld die ik gecreëerd heb. En daar kan ik dan in zijn. En daarin voelen dingen logisch en noodzakelijk. Maar het probleem ontstaat als het naar buiten moet. Dus als andere mensen er iets van moeten gaan vinden. Want wat voor problemen ontstaat er dan? Dan mist het ineens een noodzaak. Niemand zit erop te wachten. Niemand. Daarnaast werk ik ook in opdracht om gewoon mijn huur op een relaxte manier te kunnen betalen. En dat zijn dan ook kunstprojecten, beeldend kunstprojecten? Of dat kan ook iets anders zijn? Het is dus binnen een bedrijf, die hebben iemand nodig die bijvoorbeeld scripts maakt of audiotours. En dat is gewoon werk wat je doet? Ja, dat doe bezoekersbelevingen ook. Maakt. Wat is je filosofische vraag? Waar zit je probleem? Vertel. Het probleem zit hem dus in... Ja, ik vind het heel erg moeilijk om goed te omschrijven.
Ja, ik heb voorlopig nog de aanname dat er geen probleem is. Hè? Dat is Ja, want je hebt een ruimte aan huis. En daar werk je vaak. En de boekenspullen, alles is fijn geregeld. Daarnaast heb je wat werk, dat doe je dan om geld mee te verdienen. En dat loopt, dat is geen kunstenaarschap. En ik heb je nog niet een probleem horen. Ik vind het wel een gezellig gesprek. Het is superleuk. Ik heb idee dat als ik er nu ineens... Meestal, niet zou zijn. Ja, zou gewoon verdwijnen. Zou verdwijnen. Als mens, helemaal. Nou krijgen. Nou gaat dit gaat richting een probleem. Dan zou niemand het in de gaten hebben. En dat zou niet erg zijn. Je man dan toch even. Ja, mijn man even. Maar ik ben van idee dat ook... Nou ja. Je raakt geëmotioneerd. Ja. Vertel eens over je emotie. Ik ben hier, hè. Ik ga niet weglopen. Vertel eens over je emotie. Ja, zo voelt dat echt. Ik doe er niet toe. Ik weet in mijn hoofd heus wel dat niet zo is. Als jij zegt, mijn man of mijn familie, mijn zusje of haar kinderen, dat ik er heus niet ineens niet meer kan zijn. Dat snap ik ook wel. Voor hun is dat niet heel prettig. Maar ze leven zelf, wel door. Ja. Denk je dan, dat is hoe jij... Dat zou niet fijn zijn voor hun, dus dat kan... Maar ze komen er wel overheen. Is dan de stem in je hoofd waarschijnlijk? Nou, die stem in mijn hoofd is niet... Want nu komen we wel op een heel duister plekje. Ik ben graag op duistere plekken. Oké. Neem me mee in jouw duistere wereld. En ik reis met je mee. Ja? Want die is sterk genoeg, die andere stem, om te zeggen dat het niet zo is. Dus dat het wel zo is. Dat ik niet dat kan maken. Maar wat is die stem van die duistere wereld? Vertel eens over die stem. Nou, die zou er het liefst niet zijn. Want ik moet zo mijn best doen dat ik denk, ik hoef dit gewoon helemaal niet. Maar ik kan er niet mee ophouden. Want dat kan ik niet maken naar mensen om me heen. Maar ik zie niet waar ik een plek, een betekenisvolle plek inneem in dit alles. Ik vind het zo'n gedoe, het leven, en zo niet inspirerend. Dan is mijn atelier de fijnste plek, maar zo werkt het niet. Want ik kan niet alleen in mijn atelier blijven, want ik moet ook... Je moet succes hebben, je moet werk laten zien, je moet fondsen aanvragen, je moet je bewijzen dat je er toe doet. Voor jou. Ja, maar ook voor de buitenwereld, want anders kom ik er nergens. Ik kan me niet terugtrekken. Je zegt zoveel tegelijk. Dus ik wil even vertragen. Ik ben bij je, hè? Ja. Ik ben hier. Maar ik voel me overspoeld met een allesomvattend gevoel van... Ik doe het dat ik er ben, doet er niet toe. Dat blijft bij mij als zwaarste punt hangen. Het doet er niet toe. Blijkbaar niet. Ik doe heel hard mijn best om connectie te maken. Je moet daar tegen vechten, tegen die gedachten. Ja, ik weet gewoon niet wat voor plek ik heb binnen dit alles. En hoe zou je iemand noemen die dat niet weet? Wat voor iemand ben je dan? Iemand die zijn plek niet kent of weet, dus niet heeft. Je hebt geen plek hier op deze aarde, hè? In de breedste zin van het woord zo. Ja. Ja, goedemorgen. Heb ik nou mijn fiets hangen? Mag ik iets minder? Ja, maar dat is een hele grote uitspraak. Ja, ik zei al voordat we begonnen, succes ermee. Ik vind dat nu een superleuk gesprek. Ja. Maar dit is een heel... Erna, jij confronteert me met iets heel tragisch. Uh-huh. Ik zit hier met iemand die heeft geen idee wat die hier doet. Wat haar plek is. Nee, en ik moet blijven gaan. Waarom? Ik kan niet ophouden. Waarom niet? Dat is in de meest fatalistische zin van het woord. Heb ik daar vaker over nagedacht. Heb je wel eens pogingen ondernomen om eruit te stappen? Om eerlijk te zeggen. Ja, nou ja, niet zover dat het echt... De gedachten gingen me op een gegeven moment te ver. Dus... Dat je echt dacht van, wat zou dat een bevrijding zijn? Ja. Ja. En dat is het ook. Ja. Dan ben je er vanaf. Ja. Ik snap dat. Ik ben zelf vrij levenslustig. Ja. En ik heb deze gedachten niet zo vaak. Jij oogt ook bij vlaggen heel levenslustig. Ja. Dus ik snap... Ja. En ik heb ook een heel goed leven, bizar genoeg. Ja, dat is zo idioot. Je draagt een soort zwarte pit met je mee. Ja. En die gaan we er gewoon even uithalen. Want dat is gewoon... Nou ja, even. Ja. Dat hoop ik dan. Kijk, ik heb het... Ik doe elke avond
s'avonds bedenk ik wat waren drie leuke dingen voor vandaag. Dan denk ik, oh, nou, dit was leuk. Ja, ik kan is, er genoeg maar bedenken. Ja, maar het is in jouw wereld is het gedoe. Ja. Je moet er je best voor doen om hier te zijn. Want je doet er niet toe. Je hebt hier geen plek. Maar ik heb stiekem nog altijd hoop. Maar ik word ondertussen dus ouder. En dat maakt het moeilijker. Als in dat maakt het enger, dit gevoel. Omdat eerder dacht ik altijd nog, ah joh, dat komt wel. Ja, maar en er komt een plek. En dan valt dan ineens zien mensen wat me. Oké. Wou je nog iets zeggen? Of heb je het belangrijkste gezegd? Ik vind het een mooi eind. Dan zien mensen me. Punt. Gezien gaat naar beneden in toon. Zien mensen. Dus het succesvol zijn in je carrière als beeldend kunstenaar is een heel belangrijke waterscheiding, zou je kunnen zeggen. Ja, die is gevaarlijk, want daardoor weet ik ook al heel lang natuurlijk, het is niet iets wat ik doe, niet wie ik ben. Maar het is wel heel erg met elkaar verweven daarin. Dus ergens had je een soort stille hoop, dat als ik nou succesvol ben, ik breek door, dan zien mensen mij en dan heb ik mijn plek verdiend. Ja, en gevonden en dan doe ik er toe. En dan, mensen die iets presteren, die mogen er zijn. Dan ben je er. Ja. Ja, is dat zo? Nee, maar dat denk ik wel. Zo voelt het. Ja. En heel soms heb ik dat gevoel, maar heel kort. En dan denk ik, oh ja, zie je? Dus het kan wel. Er is misschien wel ergens een plek. Want dan heb ik hem heel even. En dan denk ik, oh ja. Want het glipt dan weer door je handen. Ja. Ik ga even met je mee. In het meest erge scenario. Want dat moet dan voor jou dan erg zijn. Dat je gewoon echt op kunstgebied een totale loser blijkt te worden. Het wordt alleen maar nog erger. Ja. Het dat was al niet erg, zo heel veel. Ik word ouder, dus ja, het wordt alleen maar en zo. En, iedereen jaar achter mijn rug om lachen ze om. En denken, wat is die vrouw nou aan het doen? Dat doen ze nu al, joh. Ja, weet dat doen ze nu al. Ja. Maar stel dat, dat is natuurlijk het meest treurige scenario. Dat je, dat je niet doorbreekt of heel beroemd bent of heel erg veel verkoopt. Of dat mensen heel erg over je hebben. Ja, ja je prutst maar wat door. Ja. Ja. En het wordt langzamerhand wat minder. Ja. Ja, dat is dan het ergste scenario. En in het begin denken mensen nog, ach ja, ze is nog jong, dus ze kan nog van alles. Weet je, dat komt misschien nog goed. En dan krijg je nog eens af en toe een subsidie, omdat ze denken, nou, dit wordt misschien nog wat. En nu denkt ze, ja, maar dit is nu wel voorbij het punt van bloeien. Maar op dit jouw gaat leeftijd niks meer sowieso, worden. Dan is het belangrijkste wel achter de rug. Yes. Ja, daarom. Maar dat zou het ergste zijn dan. Want dan heb je geen plek. Ja, dus ik overweeg nu wel eens, moet ik er dan nu mee ophouden? Want dan heb ik tenminste zelf de keus gemaakt. Dat ik dan gewoon, weet je kan beter voortijdig met de wedstrijd stoppen. En dan is van die mensen die gewoon in de relatie zitten. Weet je wat, ik maak maar gauw uit, vlak voordat de ander uitmaakt. Dat. Ja, een hele laffe strategie. Ja, om een afwijzing te voorkomen. Maar je vindt het toch, als je in je atelier bent, vind je het fijn daar te zijn, toch? Ja. En als je aan het werk bent, is dit gevoel weg. Ja. Ja. Als ik dan niet ga je op in wat je doet, toch? Dat zei je. Als ik niet bezig ben met subsidieaanvragen schrijven natuurlijk. Maar dan bijvoorbeeld. Maar ik bedoel, in principe wel. Als ik gewoon met mijn projecten bezig ben. En in mijn werk zit een soort van, en dat klinkt misschien vreemd, maar is fijn, een soort van dwangmatigheid of vanzelfsprekendheid of eigen noodzaak. Ja, super, heerlijk. Ik heb te weinig tijd, want ik wil allemaal dit nog maken. Nou, dan even, een paar randdingen verkennen om jouw leven te kunnen plaatsen. Subsidieaanvragen schrijven en je doet ook andere klussen. Is geld bij jullie voor jullie een issue? Delen jullie het samen? Houdt het je bezig? Is er zorg over geld? In zoverre komen we goed rond en hebben het fijn en goed. We hebben wel allebei gewoon, en dat vind ik zelf ook prettig. Mijn man is ook zelf ZZP'er. Dus we hebben onze eigen financiële situatie. Omdat je dan we steunen en delen elkaar. En ik help hem en hij helpt mij. En dat loopt gewoon. Dat loopt prima. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk zo dat ik werk graag samen met mensen. Dus soms schrijf ik een stuk voor een koor. Dus dan heb ik een dirigente. Of soms werk ik met andere performers. Of nu ben ik een stuk tekst aan het schrijven met de schrijfster. Maar ik heb ook een stagiaire die wil ik kunnen betalen. Want dat vind ik hoort erbij. En ja, dat geldt. Allemaal succesvolle dingen, joh. Dat had ik allemaal niet zo. Dit is groter en serieuzer dan ik had bedacht. Ik dacht, oh, die doet er wat klusjes bij. Maar dit zijn projecten die je draait. Ja. Ja. Maar die helpen ook niet tegen dat gevoel dat je hier geen plek hebt. Nee. Dat is, en ik heb genoeg wel ook bevestiging gehad. Ik ga je even helpen. Op een bepaalde manier dat je er bent, doet er überhaupt niet toe. Maar dat geldt voor jou, maar dat geldt ook voor mij. Nee, ja, dat dus geldt ik, voor ons allemaal. Ja, en dat houdt me vast. Dat ik denk, het leven is absurd. Het leven is absurd. Niemand weet wat hij doet. Iedereen doet maar wat. Nee, en straks ben je fucking succesvol. En dan hebben mensen, applaus. En een dag later zit je dit weer te denken, hoor. Want is dit dan alles? Deed ik het hier dan voor? Was dit wat mij gelukkig maakte?
Dat geloof ik gewoon niet. Ik geloof het wel, want dan is er altijd wel een kunstenaar die dan weer meer succes heeft. En je hoopt daar een soort vervulling te krijgen dat je dan er mag zijn. Maar die ga je gewoon nooit krijgen. Dit is gewoon de status quo, wil je zeggen. Nee, ik wil gewoon zeggen dat zodra je de vraag stellen, wat is mijn plek hier, wat is de bedoeling? Ja, dan ga je allemaal verhalen verzinnen met kinderen en dat je er niet betekent. Maar het zijn allemaal maar verhalen. Het zijn allemaal verhalen. En die verhalen, dan gaan de kinderen het huis uit en dan stort dat verhaal in. En dan kan je geen kunst meer maken en dan stort dat verhaal in. Het zijn allemaal verhalen die maar, een soort luldingen die je dan voor jezelf maar vertelt. Om maar te zorgen dat je een soort verhalen, dat je ertoe doet of dat je er mag zijn. Maar het zijn allemaal maar verhalen. Ja. En ze zijn allemaal gedoemd in te storten en te mislukken. Het enige wat je zeker weet is, je bent er, punt. Je hoeft geen plek te verdienen. Je hoeft geen plek te maken. Je hebt al een plek. Wat een onzin dat je een plek... Wat is dat voor rare zoektocht? Maar die zoektocht hebben we natuurlijk allemaal. Dus ik wil jou helemaal niet belachelijk maken. Als ik dezelfde vragen aan mezelf ga stellen als jij jezelf stelt, word ik meteen ongelukkig. Ik heb daar geen antwoord op. Wat is mijn plek? Ja, mijn kinderen en zo. En mijn werk, mijn collega's. Ik hoop dat mensen er wat aan hebben. Deze podcast vind ik superleuk om te maken. Mensen luisteren, nou, dat vind ik fijn. Ja. Maar is dat dan wie ik ben? Of waarom ik een plek heb? Ik weet het niet. En als ik erover na ga denken en als ik daar een solide antwoord op wil hebben, word ik heel depressief, want ik ga het nooit vinden. Nee. Het doet er niet toe. Waarom zou je een plek moeten verdienen? Waarom? Wat voor iemand ben je? Maar dat vind ik dan wel een interessante vraag. Dat jij blijkbaar die vraag jou zo aantrekt. Waarom vind jij dat jij een plek moet verdienen? Hoe denk je over jezelf dat je die blijkbaar nog niet hebt? Wat voor iemand ben je dan nu? En dan ga ik de meest pijnlijke omschrijving. Je kent deze podcast, dus... Ja. Kijk, als je me dan even los, eventjes... Ik kan goed happerende zinnen. Ja, dat denk ik nog. Ja, dan happer. En dan kijk, het eerste wat in me opkomt is een loser. Ja, maar het is groter dan dat. Loser is nog te aardig. Dat zwarte gebied waar we straks even naartoe gingen, daar, welk woord ligt daar? Nou ja, iemand die het niet goed doet... Ik heb soms het idee dat er twee films aanstaan. En dat ik in een andere zit. Er is een film van Die alle mensen leven? Ja. Ah. En wat is jouw film? En dan lukt het me niet... Om aan te haken? Nee. Wat is jouw film dan? Een veel leukere, vind ik. Oh? Als iedereen nou naar mijn film komt, wordt het veel leuker. Gezellig. Vertel over je film. Nou, dit gesprek neemt een hele onverwachte mening. Vertel eens over jouw wereld, over jouw film. Dan is alles veel kleurrijker. Ik zie een hele rare mengeling van pijn en heel veel plezier. Ja. Zie ik dat goed? Zo af en toe komen mensen er naartoe. Afgelopen zondag was zo'n ochtend. Dan is er een performance die ik doe. Jij doet dat dan? Ja, we hebben een jaarlijkse sokkenbijeenkomst. Van sokken die ik heb laten maken. Ja. En dan komen we elk jaar bij elkaar online. En dan hebben we allemaal de sokken aan en zijn alleen onze sokken in beeld. En daar heb ik een heel ding van gemaakt. Dus dan doen we allemaal dingen samen. En dit jaar was het met ballonnen kapot trappen. En een script en een ding. En het is absurd. En het doet er niet toe. Dat is bizar trouwens, maar oké. Maar het is fijn, omdat het gewoon zijn even met elkaar ergens anders. En het is heel kleurrijk. Allemaal mensen met gestipte sokken aan. Is jouw wereld, ik ga even proberen samen te vatten waar je naartoe wil. Ja. Ook hoe je eruit ziet voor de podcastluisteraars. heel kleurig en vrolijk. Maar is jouw wereld kinderlijk naïef? Een beetje misschien. Het is ook heel gestructureerd. Het is een orde, een eigen, elke kleur heeft een betekenis. Er zit een ordening in. Het is heel, heel erg gevuld met rituelen en tradities, als het ware. Of dingen die we met elkaar tijdelijk even samen doen. Je schept je eigen fantasierijke, kleurige, vrolijke wereld. Is dat een goede samenvatting? Ja. Je schept je eigen fantasierijke, kleurige, vrolijke wereld. Ja, waarin we tijdelijk even samenkomen. Terwijl er geen... Mensen snappen er vaak niks van. maar voelen wel zich vertrouwd daarin. Zeggen ze. Dat is niet... En jij faciliteert dat. Ja. Jij creëert die werelden. Ja, met een eigen logica die mensen ook dat vertrouwen geven. Dat ze erin kunnen stappen even en snappen wat ze moeten doen. Hoewel ze niet waarom begrijpen wat ze doen zijn. We drinken een blauw drankje en ik geef een speech. Ik heb iemand gevraagd om een overdenking te schrijven. En ja, ik heb daar heel erg lol in dat er dan even is. Maar blijkbaar gaat het ook gepaard met een gevoel van treurnis of tragiek. Of, raar, hè? Heel raar. Ja.
alsof je er een oordeel over hebt dat het niet goed genoeg zou zijn of er niet toe zou doen op de ene manier. Heb je er een oordeel over? Ja. Wat is je oordeel? Ja, dat het daar echt. Dat het, waar ben je nou dan weer mee bezig? Weet je, wat doe je gewoon? En stop de uren energie in en er komen 11 mensen in hemelsnaam. Wat doe je? Genieten. Je eigen wereld maken. Je eigen paradijsje creëren. Oh ja. Je eigen plek maken. Mijn eigen plek maken. Ja. Waarvan je zegt dat je hem niet hebt. Ja. Het levert niks op. Er komt geen hond kijken. Het is commercieel totaal interessant. Ja. Maar je geniet ervan. Prijs jezelf gelukkig. Daar heb ik natuurlijk meerdere gesprekken gehad met over inderdaad wat ik moet doen om het commercieel. Ik denk, je moet het helemaal niet commercieel doen. Nee. Ga weg met succes en commercieel en doorbreken en succesvolle subsidie aanvragen. Je vindt het gewoon leuk om iets met sokken te doen met een clubje mensen en je vraagt je af, wat de fuck ben ik mee bezig? Maar je gaat slapen, je hebt een hele leuke dag gehad, punt. That's it. Klaar. Mm-hmm. Voor de luisteraars. Ja. Je hebt natuurlijk een soort voorgesprek. Je komt binnenlopen, je praat. Je maakt erbij een onvoorstelbare, sprankelende, authentieke, levenslustige indruk. Ja. Je bent gewoon een heel leuk mens. Ik zit ontzettend superleuk met je te praten. En je weet jezelf ontzettend goed te vermaken in je atelier. Je doet hele rare projecten met sokken die commercieel een enorme mislukking zijn. Ja. Maar je geniet ervan. En klaar. Waar doe je moeilijk over? Ja. Dat is je plek. En dat is gewoon een hele rare plek. Ja. Heerlijk. Hoe leuk is dat? Je hebt gewoon een hele rare... Ik doe projecten die niemand snapt. Plek. Ja. Wat ik altijd wel een hulpvraag vind. Ik ben benieuwd wat voor antwoord jij zou geven. En stel ik was God. Ja. Ik vind het altijd wel een prettig begin van de zin. Ja. Stel ik was God. Ja. En, maar stel, hè, of God diende zich aan en die zei... Erna, we hebben zo gekeken, waar dikke noot. En je moet succesvol zijn. Nou, dit is succesvol, dat is dat. Allemaal gelukt. Succesvol, zo super succesvol. En je hebt dat gedaan, dat was goed. En allemaal helemaal klaar. Dus ja, wat ons betreft, je leven zit erop. Het is voorbij. Je hoeft niet meer te bewijzen. Je hoeft niet meer te vechten. Je hoeft niet meer je best te doen. Het is klaar. Het is goed. We zullen netjes even brieven achterlaten bij de mensen om wie je geeft dat ze niet schrikken. Dat regelen wij wel voor jou, maar kom maar mee. Het is goed zo. Ja. Dat mag. Dat mag helemaal. Maar... Omdat je bent nog gezond en nog jong. En je bent allemaal veel sneller gedaan dan we hadden verwacht. Je bent zo succesvol geweest. Dat we dachten, ze is fysiek nog heel gezond. We zijn hier in de hemel ook een beetje van de democratie. Dus je mag ook blijven, dat is goed. Je mag ook blijven. Maar het heeft niets meer te maken met succesvol zijn of niet. Want dat heb je al gedaan. Ja. Dus zeg maar, ga je mee of blijf je? Maar misère doet er niet meer toe. Want je bent heel succesvol geweest. Dat is al klaar. Dat is gevuld, dat gat. Oké. Zo voel ik dat dan ook. Zo voel je dat ook. Oké. Ja, hij heeft gelijk. Of zij, God. Ja. En het is, ik heb ook, als ik terugkijk, heel succesvol. Dat daar gebeurde, dat, die recensie. Ja, als ik er naar kijk, is ook eigenlijk heel erg tof. En dat vind je dan ook echt, hè? Stel. Oké. Verplaats je even naar dat moment dat je dat ook zo ervaart. Ja, maar kijk, als dat zo is, dan zou ik zeggen, toch, dan blijf ik. Want dan heb ik gewoon vrij spel. Maar hoe zou je nou de rest van je leven... Je bent 46, toch? Ja. Hoe zou het nou zijn als je de rest van je leven leeft als vrij spel? Ja. Klaar. Aha. Dat is niet zo moeilijk, maar dat kan je al. Mm-hmm. Toch? Dat doe je toch ook al? Ja, nee. Dat is zo. Behalve die piekmomenten tussendoor. Ja. Dat je afvraagt, waar ben ik mee bezig? Heb ik wel succes? Of slaat het op? Niemand zal me missen. Ik heb mijn plek hier niet verdiend. Nee. Maar als wie je bent samenvalt met wat je doet, als je opgaat in wat je aan het doen bent, dan kan je er ontzettend van genieten. Ja. Dan zit je te amuseren om een paar stomme sokken. Ja. Maar je geniet er wel van. Ja. Je gaat erin op. Dan heb je vrij spel. Dus dat kan je al. Dus dat kan ik al. Ja. Maar dan kan diegene in mijn hoofd die gewoon het gevoel heeft dat hij daar toch constant over moet oordelen van buitenaf... wegblijven. Ja, joh. Zeg je dat? Je moet de interne dialoog met jezelf gaan. Ah joh, jij wilde succesvol en bekend. Dat snap ik wel. Dat is ook fijn, want als je succes hebt, applaus, dat troost dan. Een soort idee van dat je het doet. Dan de pijloze leegte en diepte zinloosheid van het bestaan. Want we begrijpen natuurlijk überhaupt niet wat voor universum we leven. Nee. Maar de pijloze zinloosheid ervan is dan tijdelijk verdoofd. Want je had succes. Oh, lekker boeien. Ja. Ah joh, dat wil jij graag en daar word jij gelukkig van. Maar ik word gewoon, dat is prima. Dat is een stem in mijn hoofd. En ga lekker even koffie drinken. Neem een vat. Ik laat je verder even met rust. Ik ga gewoon weer iets met sokken doen. Doei. Ja. That's it. Ja. Als je eenmaal die stap hebt gezet, is het leven heel erg makkelijk licht. En het doet er nog steeds helemaal niet toe. Nee. Maar dat is het bevrijdende. Ja. Scheid eruit met succesvol kunstenaar zijn. Ja. What the fuck.
Ik heb het idee dat het de oplossing van alles is. Echt niet. Echt niet. Dat er iemand ooit, alsof er iemand... Weet je wat de oplossing van alles is? Nee. Dat je blij bent om een paar sokken. Dat is de oplossing van alles. Ja. Je hebt hem al gevonden. Je weet al lang wat de oplossing van alles is. Gewoon samenvallen terwijl je werkt. Hey, kijk, het mooie vind ik dat het antwoord op de vraag kan zijn dat ik mijn eigen plek heb gemaakt. Of maak. Die stem in je hoofd zegt dat je die plek moet verdienen. Mm. Nog. Terwijl je, als je kijkt naar de feiten, dan weet je dat je die plek al hebt. Ja, maar niet gekregen door anderen. Niet met een officieel stempelsucces. Ja, ja, of zoiets. Ik weet ook niet wat dat betekent. Ik weet ook dat het absurd is. Maar toch heb ik het idee dat er een moment kan zijn die dan het antwoord is daarop. Maar ik weet ook wel dat het zo'n wortel is die zo'n meter voor je hangt. Nou ja, als kunstenaar, en dat, ik ken het vanuit het theatervak, natuurlijk een heel kwetsbaar beroep. Wat aan elkaar hangt van oordelen en hoog en laag en hiërarchie. Ja. En belangrijk zijn of het een echte kunstenaar zijn of maar een beetje meedoen. Is het niet amateuristisch of nep? Ben je wel authentiek? Allemaal lulvragen. Ja. Ja, allemaal en, gedoe, gewoon gedoe. Ja. Daar word je niet gelukkig van al die vragen. Maak gewoon wat je leuk vindt. En wat de fuck, wat maakt het uit hoeveel het wat je ermee verdient? Of wat het uitmaakt is of het jou blij maakt? Dat creëert dus soms dat je dan heel alleen bent. Omdat niemand op diezelfde plek met mij is. Er zijn uiteindelijk dan 11 mensen in met mijn sokken. Ja, of, wat is er erg aan dan? Ja, dat weet ik niet precies. Ergens heb ik altijd idee gehad, maar dat hoeft dan misschien helemaal niet, dat ik in een andere film moet kunnen meespelen. En dat heb ik ook geleerd steeds meer. Maar misschien moet dat helemaal niet de ambitie zijn. Ja, word je er blij van die andere film? Nee. Nee, nou stop dan. Maar kun je ermee stoppen? Geef ik je voldoende mee in inzicht? Of kun je voldoende kijken naar hoe je zelf denkt over dat je een plek zou moeten verdienen om het ook los te kunnen laten? Ik weet niet zo goed of ik dat kan loslaten. Als je het loslaat, betaal je dan een prijs? Of is dat ook een soort rouwproces dan? Of? Nou, kijk. Dan gaan we toch weer daarheen, in hemelsnaam. Maar oké. Okay, dat is goed hoor. Want, het is jouw gesprek. Kijk, het gaat gewoon alle kanten op. Maar ik ben opgegroeid, daarom had ik dat aangehaald. Dan maak ik nu het bruggetje. Ja. In een klein dorp. Aha. Waar ik ook mijn plek niet had. Was je anders dan de anderen? Ja. Hoe was jij? Hoe waren de anderen? Kijk, in mijn werk, ik ben in mijn werk de hele tijd, dat gaat allemaal over tradities en rituelen. En over de dynamiek van collectiviteit en hoe dat werkt. Wat moet ik doen om erbij te horen? Dat zijn de thema's uit waar ik mee bezig ben. Dus ik creëer een clubje. Maar eigenlijk hoor je er niet bij. Maar eigenlijk hoor ik er niet bij. Dus creëer ik mijn eigen. Maar dat was dan een vlucht ook, ergens. Nou, dat was... Het was het pijnlijk er niet bij te horen? Ja, het stomme was op dat moment niet omdat ik het niet begreep. En ik heb wel eens een boekje bijgehouden om te kijken waar ik dan in opschreef hoe andere mensen deden. Om te begrijpen waar ik het dan verkeerd deed. Weet je. Omdat ik dacht, ja, maar dat voelde heel logisch. Hoe oud was je toen? 16 of zo. Ja. Iets. Omdat je ziet, hey, dit functioneert. Mensen doen dit met elkaar. Dit kunnen mensen. En ergens ik niet. Maar wat gaat er dan mis? En ook omdat ik op dat moment dacht dat was hoe het moest zijn. Dus dat er één script is waar we alle in mee bewegen. Eén film. Ja. En daar spelen we allemaal in mee. En ik heb blijkbaar het verkeerde script. Dus moet ik goed opletten. Was je eenzaam in die tijd? Nee, ik was een rare wortel gewoon. Dus ik had er ook wel... Een rare wortel? Ja, dus ik had er wel lol in. Of ook dingen zijn langs me heen gegaan of zo. Als ik wel eens mensen hoor die dan op die leeftijd allemaal bewuste keuzes hebben gemaakt... Dat heb ik allemaal niet gedaan. En zweef je in je eigen wereld rond zo? Ja, dat denk ik wel. Dus ik heb het niet als heel toendertijd later pas gerealiseerd... dat daar weinig zelfvertrouwen heeft meegegeven. Omdat ik eigenlijk altijd bezig was met te bedenken... dat anderen blijkbaar beter wisten hoe het moest dan ik zelf. Dus niet bezig met waar ben ik goed in. Wat moet ik doen om erbij te horen? Wat moet ik doen eigenlijk? Ik moet het beter doen, blijkbaar. En heeft die zoektocht... Want je bent nu 46. Ja. Hoe is het met die zoektocht, met dat gevoel er niet bij te horen of daar je best voor te moeten doen? Hoe heeft zich dat verder in de loop van je leven ontwikkeld? Nou, dat is altijd wel natuurlijk een rol blijven spelen. Ik heb me een tijd lang in eerste instantie mee bewogen. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb ik me daar een soort van hardcore vanaf. Dus ik ben vertrokken naar Afrika, daar een jaar gewoond. En ben voor mijn gevoel was dat het moment wat ik dacht... En nu stap ik uit de Polonaise. Ik ben zo ver mogelijk ervan af. En voor het eerst op mezelf gaan wonen. En toen was duidelijk, wow, oké, wacht even. Er zijn meer script. Want deze mensen hier doen echt zo alles anders. Ik snap er niks van. Ja.
dan kan ik het ook anders doen. En toen ben ik daar naar gaan kijken. Hoe wil ik de dingen doen? En wat is voor mij belangrijk? En dat heeft even geduurd om dat uit te vinden. En om de... Maar ik heb me dus in Afrika via de fax aangemeld voor de kunstacademie. En daar lag heel veel ruimte voor mij. Wat past bij mij? Mag ik zeggen dat op je 46e, mm-hmm, dat je gewoon definitief niet gelukt is om een plek te verwerven in de film die iedereen, nee, afspeelt? Wat voor iemand ben jij dan? Ja, yeah, vind ik eigenlijk hartstikke fijn. Het is eigenlijk gewoon hartstikke prima. Maar er zit ook een negatief oordeel bij. Ja, het is iets, zeker. Het is je niet gelukt om een, nee, plek te verwerven. Nee, het is een mislukkeling. Het is mislukt. Dus ik heb gefaald. Ik kan het niet. De rest kan het allemaal. Je bent een mislukkeling. En waarom ben je een mislukkeling? Hoe komt dat? Heb je daar ook nog een verhaal over? Nou ja, weet je. Wat voor iemand ben je dat je het niet voor elkaar krijgt dan? Een zonderling, een fantast, een buitenbeentje. Buitenbeentje, ja, buitenbeentje. Iemand die aan de zijlijn staat. En, maar ook wat gewoon dat ze niet goed genoeg de best heeft gedaan. Ja, en wat is dan, wat is het ergste, ja, woord? Ja, de mislukkeling is het ergste. Ja, maar er zit nog iets onder. Waarom je mislukt bent. Wie jij bent, zodat het, mm-hmm, niet lukte. Dus dat zit meer in de hoek van aan de zijlijn staan of buitenbeentje, ja, zijn. Maar daardoor, omdat je dat bent, ben je mislukt. Ja. Hoe zou je iemand noemen die gewoon in een dorp niet kan meedraaien, die de film niet snapt, die aan de zijlijn staat en het gewoon niet voor elkaar krijgt? Wat is dat? Een idioot. Iemand die gewoon niet even doet, kom op zeg, we kunnen het, iedereen kan het. Maar jij kan het niet. Want, nee. Want je bent, dubbele punt, want je bent een, ben, de, ja, dorpsgek. Ja. Ik vind het ergste woord, ja, hè, wat ook iets raakt bij jou. Waar je denkt, auw, mm-hmm, oh ja, zo, dat heb ik wel eens gedacht. Auw, auw, dat is waar, zo denk ik erover. Ja, je bent idioot. Idioot. Ja, ja, dan heb je haar weer. Ze doet weer eens niet mee of ze kan het weer eens niet. Of, zonderling, kluizenaar, buitenaards, extraterrestrial. Ook gewoon hysterisch of overdreven. Of... In ieder geval iemand die de sociale regels gewoon niet snapt. Nee. Die niet weet, die het spel niet kan. Nee. En bijna die ook niet wil of zoiets, weet je. Het is ook gewoon, niet kan is eigenlijk niet een optie. Je doet je best niet goed genoeg. Want iedereen kan het. Dus zo moeilijk is het niet. Dus het is gewoon ook een soort van... onwil. Ja. En hoe zou je iemand noemen die het op zich wel kan, maar gewoon niet doet? Iemand die het spel verpest. Ah, spelbreekster. Ja, dat is het. Ja. Spelbreekster. Ja. Je verpest ik maak het. Het voor iedereen moeilijk. Ah, dit, want ik doe het niet zoals het hoort. Nu zitten we warm. Ja. Hoe meer verdriet je hebt, hoe leuker ik het vind, hè? Ja. Ah, je maakt het spelstuk voor iedereen. Ja. Dus het is niet zo dat je geen plekken hebt. Die loopt in de weg. Dat is nog veel erger. Je kan met best gewoon, ja, in het atelier zitten en alle deuren dicht doen. Spelbreekster. Ja. Ja, en als dat je negatieve zelfbeeld is, dan is het ideaal dus een succesvol iemand zijn die credits krijgt, die de film mee kon spelen. Ja. Dat is jouw hoop ergens. Ja. Jezus, ja. Sorry. Geeft niet. Ja. Dit heb ik graag. Is dit het? Dit is het. Ik maak het iedereen moeilijk. Als ik niet meespeel, wat maar doe moet je? Dat, moet het naar zijn voor jou om dat over jezelf te denken? Krijg je me met je te doen? Dat is zielig. Ja. Ah, dan ben je zo leuk iemand. Kom je binnen met je kleurige kleren en doe je sokkenbijeenkomsten houden. Maar diep van binnen denk jij dat je een spelbreekster bent. Wat een tragiek. Wil je daarmee stoppen vanaf nu? Je bent 46, je hebt lang genoeg gedacht. Het is klaar. Ja. Hoe is het om dit woord hardop uitgesproken te hebben? Interessant. Ja. Omdat ik gewoon dacht dat het altijd over die plek ging. Maar dit is waar het zit. Spelbreekster. Het meisje wat best met het spel mee zou kunnen doen. Ja. Maar dat als een opstandige, weigerachtig iemand zich gedraagt. Waardoor iedereen die het spel wel wil spelen, voor, ja, de voeten wordt gelopen. Ja. Nou, dan heb je geen plek op deze aarde verdiend. Nee. Zo iemand loopt alleen maar in de weg. Ja. 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 En dit kan je loslaten dus. Oh ja. Ja, door heel groot in je atelier het woord op te hangen. Spelbreekster. En dan laten kijken, wat een absurde gedachte. Ja. Dit ben ik over mezelf gaan denken. En dan ga ik vanuit dat negatieve woord over mezelf, ga ik alsmaar bewijzen dat ik een succesvolle kunstenaar ben. Applaus. Maar het gaat niet om succes, of het gaat om dat jij het spel meespeelt. Daar, ja, daar zit jouw pijn en zoektocht. Ja. Dus wat mij, ja, betreft, zijn we er. Oh ja. Dit is hem. Dit is hem. Dat je niet eerder zo bedacht. Nee. Niet zo scherp en eenvoudig. Nee. En niet dat dat eigenlijk onder die vraag naar die plek zit.
Kijk, ja. Ik ben heel erg voorzichtig met de woorden die verwijzen naar identiteit. Dus ik ga nu niet zeggen, daar moet je met lichtheid naar kijken. Ja. Maar hoe zou het zijn als je zelf niet als een spelbreekster, maar als een spelmaakster zou definiëren vanaf nu? Jij maakt gewoon elke keer jouw eigen spel. Ja. En wie daarin zich uitgenodigd voelt, die is welkom en die doet mee. Ja. En zo maak je steeds een spel. Ja. Punt. Ja, grappig genoeg is dat ik mijn werk ook speelveld noem. Ja. Dus er zitten allerlei dingen waarvan ik denk, oh hey, dat is grappig. Dat is eigenlijk... Dat jij het spel niet meespeelt, betekent dat jij het spel niet meespeelt. Punt. Ja. Dus we hebben nu twee belangrijke dingen ontdekt. Ja. Waarom je op deze aarde bent, weet jij veel. Je doet leuke dingen. Ja. En wat voor leuke dingen doe je? Je creëert je eigen werelden, je eigen werkelijkheid, je eigen spel. Niet omdat je zo iemand moet zijn, dat je een spelmaakster bent. Want dan krijg je weer een nieuwe identiteit. Dat je het gewoon leuk vindt om dat te doen. En wie je bent verder, dat doet er niet meer toe vanaf vandaag. Je bent er. En dat ik het daarmee andere mensen soms moeilijk maak, dat doet er ook niet toe. Hun probleem. Je hoeft nergens bij te horen. Die haken dan gewoon niet aan. En jij haakt niet bij hun aan. Dat is niet erg. Er zijn 7 miljard mensen op deze wereld. Ja, ja. Dus een paar mensen met een sokkenclub en de andere. Je doet heel veel. Al die projecten, dat is toch superleuk. Oh, ja. Dus dan ben je toch gewoon een leuk iemand voor die mensen. Die hebben, ik neem maar dat. Ja. Als je dat zo beschrijft, zo'n webinar met sokken, dan neem ik aan dat iedereen schik heeft, toch? Ja, dat denk ik. Ja, anders komen ze, zoveel geld kosten ze niet en het is vrijwillig. Ze willen niet verplichten. Jou. Nee. Dus dan is het toch leuk, punt. Ja. En bij wie je niet aanhaakt, haak je niet aan. Nee. Jammer voor hun. Ja. Ja, want dan zijn ze niet deel van jou. Nee, ik ben ook niet iemand die iedereen. Dat het stomme is, ik ben heus niet iemand die. Niet dat dat erg is, maar ik ben niet iemand die iedereen probeert te plezieren. Want dat lukt me gewoon niet. Daar heb ik al lang opgegeven. Omdat ik weet, dat gaat niet worden. En dat hoeft ook niet. Jawel, tot dit gesprek moest dat wel. Want het moest wel, omdat je anders jezelf als een spelbreekster ervaart. Dus dit zeg je met je verstand en niet met je gevoel. Maar we hebben het gewoon het eindpunt van het gesprek bereikt. Ja. Gefeliciteerd. Ja, goed gedaan. Ja, jij ook. Ja. Want ik dacht, nou... Harde dobber. Het duurde ook lang. We waren er ook niet zomaar. Nee. Maar er zit wel die verdriet daar bij jou. Ja. En dat mag je loslaten nu. Daar hoef je niet helemaal in. Dat hoeft allemaal niet. We hebben het gezien en klaar. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar de Omdenken podcast. We zijn op dit moment druk bezig met de opnames voor komend seizoen. Maar we gaan ook iets nieuws uitproberen. Gesprekken met jongeren. We zijn namelijk heel erg benieuwd tegen welke problemen jongeren tussen ongeveer 12 en 18 aanlopen en waar zij mee worstelen. En of ze wellicht samen met Bertolt die problemen om kunnen denken. We zien in onze luisterstatistieken dat ze namelijk ook naar deze podcast luisteren. Dus voel je je aangesproken en zie jij een gesprek met Bertolt wel zitten? Of ben je wat ouder, maar heb jij een zoon, nichtje, broertje, buurmeisje of andere jongeren in je omgeving waarvan jij denkt... Ja, dit is echt wat voor hen. Ga dan naar omdenken.nl/omdenkenpodcast. Daar vind je een formulier waarmee je je aan kunt melden. En dan tot slot nog een kleine gunst. Luister je via de podcast-app van Apple of via Spotify? Geef ons dan gewoon eens een paar sterren. Of bij Apple, laat een recensie achter. Want zo vinden meer mensen onze podcast en dan hebben wij een beetje een idee wat jullie ervan vinden. Tot volgende week!